niet alleen, maar eenmaal op het veld vergat je dat meteen. We waren zeven. Het was de tijd van Voris en Q en Q. Je ging van huis en altijd volledig in tenue. En minstens 2 uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als vanouds weer een stuk verdriet. Maar het was altijd iemands vader. Dus dat zei je dan maar niet. We waren. Als je naar je vriendjes keek, hier staat een nieuwe oranje. Oranje. En de trainer riep pressie met 5 man voorin. Maar in het pressie van Cruijff had zelfs de keeper wel zin. Dus werd gewoon weer op een kluitje met de ballen tussenin. Het was de tijd voor Floris en Q en Q. Je ging van huis en altijd volledig in tenue. En minstens 2 uur te vroeg. Het systeem was simpel, dat was er niet. En de scheids was als vanouds een stuk verdriet. Maar het was altijd iemands vader. Dus dat zei je dan maar niet. We waren. Even kijken wat ik hier heb. Een filmpje van een speler van Go Ahead. Beste spelers van CSV Apeldoorn onder 8. Wij hebben vernomen van jullie leuke actie voor Series Request. Namens Go Ahead Eagles willen jullie veel succes wensen met de actie en ook met de wedstrijd tegen de oude profs. Ze hebben misschien wel Champions League ervaring, maar jullie hebben jonge benen en heel veel motivatie natuurlijk. Ook denk ik dat jullie onze gezamenlijke clubkleuren met trots gaan dragen. Succes!